¿Cuándo vamos a permitir conflictos armados que masacran a millones de seres humanos inocentes con el fin de apropiarse los poderosos de los recursos de otros pueblos? ¡Cesen las agresiones y las guerras! Pedimos los pueblos del mundo, a los imperios, a los que pretenden seguir dominando el mundo y explotándolo. Manipulatie. Wij zijn de ware hypocrieten. Graag vingerwijzend naar bananenrepublieken. Of naar de States met hun schandalen en tactieken. Zo gaat het steeds farao graaf dieper. Ik maak liever een analyse. Geef je een voorbeeld. Wie werd bij de bouwvrouw de zaak als enige veroordeeld? De klokkenluider en alle duidelijk betrokkenen mochten met opgeheven kop naar buiten. Er is niemand verantwoordelijk. Zoek geen conflict, dan komt ruzie. We zijn hier niet corrupt, we noemen het corrupt. En niemand vindt het raar als Nina Brink mag gaan. Dit zijn in Nederland geen boeven. Mensen als Cor Boonstra, stel eens Kees van der Hoeven. Rechters vinden dat fraude op topniveau moet kunnen. Mensen gaan er toch niet over lullen. Niemand die je dat vertelt. What the fuck gebeurt met je belastinggeld? Krediet, crisis is manipulatie. Dubbele principes door manipulatie. Kinderarbeid is manipulatie. Staatsgreep manipulatie. Prostitutie is manipulatie. Stroop is stroop. Manipulatie. Inflatie. Manipulatie. Belastingdienst is manipulatie. Je wil dat het kan, maar het gaat niet. Indifferentiatie, iedereen in de greep. Manipulatie in de bank van prestatie of van prestatie. Zolang de baas het niet ziet, anders leidt tot degradatie. Nederland, te midden van de Verenigde Naties. Euro's brengen ons samen, dat is de enige relatie. Want wat we willen is een democratische reputatie. Individueel, geen liefde, maar bokakis. Muziek het liefst, commercieel, niet te veel informatie. Multicultureel, dat is wat je op de straat ziet. Ja, ze noemen het integratie. Een beetje papier haalt je op je plaats. Hier, haast hier, zit je op hete kolen als een fakir. Velen zitten opgesloten in de jari. De implementatie van implantatie. Het is een chipka generatie, want we gunnen elkaar. Nee! Kredietcrisis is manipulatie. Dubbele principes door manipulatie. Kinderarbeid is manipulatie. Staatsgreep manipulatie. Prostitutie is manipulatie. Stoomgroep is brood manipulatie. Hele inflatie manipulatie. Belastingdienst is manipulatie. Hoge mannen maken snode plannen. Hou de macht intern, kijk alvast iets verder dan politiek in je carrière. En kiezen zie misschien een liberaal of socialist. Maar iedereen kan alles zijn voor het doel als het nodig is. En als het misgaat, stop het in de doofpot. Oude jongens fokken het op en coveren het noodlot. En wat de allochtoon kost? De duurste zitten in het koningshuis. Bouw Villa Maxima in Afrika. Ze zeggen poten thuis, heilige huizen. Net als de banken dachten we een soort van veilige kluizen. Maar is het lullig genoeg als je imperium naar de tering gaat? Schering gaat, sorry maar geen schot. Of onderzoek, veel geduld, ja dan komt het goed. En tot die tijd zijn we opportunisten, ontkennen alles. En als ze vragen of we het wisten, ex-ministers grissen cash, niks is echt krom. Nee, tenminste als je ermee wegkomt. Kredietcrisis is manipulatie. Dubbele principes door manipulatie. Kinderarbeid is manipulatie.